Ik kom net terug van een leuke ochtend werksessie bij een makelaarskantoor in het Gooi. En ik heb daar samen met een binnendienstmedewerker een aanzet gemaakt voor een goed vervolg van implementatie van AVG. En wat opvalt en wat misschien ook wel ter lering is, veel keuzes gemaakt moeten worden. Dus een inventariserend gesprek met de directie erbij, dat is heel zinvol. Zodat je de rest van de werkochtend gelijk alle keuzes die 's morgens gemaakt zijn kunt implementeren. En wat hebben we concreet gedaan? De wens van de directie was om het proces van verkoop AVG proef te krijgen. Wat we hebben gedaan is even de handreiking van de NVM naast de eigen checklists neergelegd. En we hebben in ieder geval even daar alle WWFT dingen die daarin zitten goed aangescherpt. En we hebben een begin gemaakt met het register van verwerkingen en met het datalekken protocolregister. Nou, de checklistje gemaakt voor de komende 3 maanden voor degene die daarmee aan de slag gaat. Dus best wel tevreden over vanmorgen. De tip over AVG van vandaag is als volgt. Als je zit met je bewaartermijn, hoe lang mag ik dingen bewaren? Weet dan dat je een gerechtvaardigd belang hebt om de dingen 20 jaar te bewaren. Als makelaar kun je namelijk tot 20 jaar na je dienstverlening nog aansprakelijk gesteld worden. En vandaar dat je een gerechtvaardigd belang hebt om bepaalde data tot 20 jaar nog te bewaren. Heb je nou ook interesse om geholpen te worden bij de implementatie van de AVG-regelgeving? Of de verdere implementatie van de AVG-regelgeving? Want daar gaat het ook vaak om. Hoe nu verder? Bel dan gerustig even met mijzelf of met Frans Koflaar.